Waarom krijgen de video's van Glow Movies tegenwoordig gemiddeld 1 miljoen views? Dit heeft te maken met verschillende trucjes die Rick en Jesper elke video opnieuw toepassen. In deze video leg ik jullie een YouTube-strategie uit. Eerst gaan we terug naar hun allereerste video's. Dit waren trampoline-video's. Deze video's kregen snel veel aandacht, waarna ze ook sketches en challenge-video's maakten. In ongeveer 5 jaar genereerden Rick en Jesper 215.000 abonnees en bijna 40 miljoen views. Daarna, vanaf juli 2020 tot nu, hebben ze maar liefst 505.000 abonnees en 125 miljoen views erbij gekregen. Vanaf 2020 kregen Rick en Jesper er ineens heel veel abonnees en views bij. Dit is geen toeval. Daarom beginnen we in deze video vanaf dat moment. Er zijn telkens 3 stappen die Glow Movies gebruikt in hun video's. Stap 1. Het idee van de video. De video's van Rick en Jesper gaan over dingen die nog nooit eerder gedaan zijn en die dus uniek zijn. Stap 2. De video editing. In het begin van de video zou je eigenlijk telkens het resultaat moeten tonen. Dit doet Glow Movies elke keer opnieuw. Als ze een groot huis aan het maken zijn, zie je in de eerste 10 seconden van de video al hoe het huis gaat worden. Dit is de villa die we momenteel aan het bouwen zijn. En ik ben zo hyped om hier aan verder te werken. Check hoe groot dit wel niet is. En dat allemaal in de achtertuin. Dit is de villa die we momenteel aan het bouwen zijn. En ik ben zo hyped om hier aan verder te werken. Check hoe groot dit wel niet is. En dat allemaal in de achtertuin. Ook worden er verschillende visuele en audio-effecten gebruikt om de aandacht van de kijker te blijven behouden. En voor de rest is er een goede storytelling en die ook weer zorgt voor een goede watchtime. Want hoe meer watchtime, hoe meer vertoningen en hoe meer nieuwe views, hoe meer nieuwe abonnees. Stap 3, de titel en de thumbnail, want die zijn ook heel erg belangrijk. Bij een titel is het belangrijk dat je maximaal 50 karakters gebruikt. En zowat elke titel van Glow Movies heeft minder dan 50 karakters. En zoals je ziet hebben ze ook telkens opvallende thumbnails met goede kleurencombinaties. Dus als jij deze stappen volgt, is er een grote kans dat jij ook meer abonnees en views gaat bijkrijgen. Like en abonneer voor deel 2 over Glow Movies reageert.